Beste Binkatleet, hier de thuisworkout van 14 november. Vandaag staat een lange wot op het programma, namelijk een 21 minuten M-rep, waar we gaan spelen tussen barbelwerk en gymnasticwerk. Hoe ziet die eruit? Een 21 minuten M-rep met 10 deadlifts, met 50 voor de heren en 35 voor de dames, 8 toes to bar, 10 front squats, 8 toes to bar, 10 shoulder to overhead, 8 toes to bar. Nou, zoals je misschien wel snapt in deze workout, is het een lange workout waar je een mooie flow wilt vinden. Het is natuurlijk van een aantal dingen afhankelijk, namelijk het gewicht van de stang. Als je niet elke set unbroken kan met dit gewicht, of in ieder geval zo lang mogelijk, moet je een lichter gewicht kiezen, zodat je niet constant de beweging hoeft op te breken. Nou, voor de toes to bar heb je natuurlijk verschillende opties. Je hebt de attempts, knees to chest, maar in dit geval zou je er ook voor kunnen kiezen om je herhaling ietsje lager te doen, iets minder herhaling, ik denk even aan 4 bijvoorbeeld, zodat je wel elke keer je set kan maken, zonder dat je heel lang hoeft te rusten elke keer bij die toes to bar. Vergeet niet, je gaat een hoog volume gymnastic toes to bars maken, dus hier ga je redelijk wat spierpijn van krijgen. Maar om dat 100% zeker te weten, hebben we nog accessory work, namelijk 100 sit-ups, maar niet voor tijd, maar voor kwaliteit. Oftewel, ik wil dat je in die flow komt, dat je goed voelt wat je moet voelen en dat daarna ben je klaar. Dus de score hiervan is niet belangrijk. Als we dan naar fundamentals kijken, is die ietsje aangepast op instroomniveau. Namelijk, we gaan diezelfde beweging doen, de deadlifts, de front squats en de pushpresses, alleen met een lichter gewicht, 30 heren, 20 dames. Al is dit nog steeds een mooie uitdaging, en zeker als je voor in dit geval 16 minuten blijft bewegen. In plaats van toes to bar gaan we knees to chest doen, maar natuurlijk gaan we die technieken ook nog oefenen van tevoren. Nou, hoe zou je kunnen opwarmen voor deze WOD? Dat zou je als volgt kunnen doen. 5 minuten M-rep van 5 deadlifts met een lege stang, 5 front squats met een lege stang en 5 stick press met een lege stang, gevolgd door 5 sit-ups. Voor de fundamentals zou ik een iets andere warming-up adviseren. Ik zou niet adviseren om te beginnen met de stang, maar ik zou adviseren met bodyweight. Namelijk good mornings, normale air squats, push-ups en die sit-ups blijven hetzelfde. Hoe gaat deze les eruit zien? Of de individuele les eruit zien? Van 0 tot 8 heb je tijd om op te warmen. Van 8 tot 15 heb je je setup, je build-up en een beetje spelen met de technieken. Van 15 tot 35 heb je de WOD zelf. En van 50 tot 45 heb je je tijd om je 100 sit-ups voor kwaliteit te doen. Overigens zijn deze 100 sit-ups hoeven dus niet unbroken te zijn, maar je wil uiteraard ook niet sessies van 5 maken. Lieve mensen, heel veel succes en vergeet niet dat de vertaling in Engels hieronder staat.